Mijn oma is altijd bij me. Altijd. Maar ik... ik denk niet dat opa heel erg trots is op sommige dingen die ik doe. En die ik heb moeten doen om ons in leven te houden. Hallo, goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Can I Come Over? Vandaag ben ik in Nijmegen en hier woont Anthony. Permanent in dit bos, buiten. En het is vandaag best wel koud en grauw. Dus ik wil eens weten hoe hij dat nou doet. Hallo? Anthony? Ja? Ben je hier? Hallo. Hi. Ik kan je wel geven. Hi. Anthony. Hi. Alleen. Zo, zijn we dan? Dit is je huisje. Ja, helaas. Maar ja, probeer het beste van een slechte situatie te maken. Noem je het een je huis? Of noem je het een hutje? Nou, ja, het is wel een huisje, ja. Ja, ja. Ja, je kunt het ook een hutje noemen. Ja, ja, ik vind een huisje meer passen. Yeah. Een hutje is meestal kleiner. Ik heb vroeger zat hutjes gebouwd, maar niet zo groot als deze. Vertel eens even, hoe ben je in dit huisje terechtgekomen? Ja, het is gewoon een heel raar spelletje geweest. Interventieteam van de gemeente, waar iedereen aan tafel zit, behalve ik. En iedereen bepaalt dan wat voor mij het beste is. Als ik aangeef wat voor mij het beste is, nee, wij vinden iets anders. Ja, weet je, oké, goed. En hoe lang zit je nu hier al? Nu hier? Vanaf begin juli. Dus bijna, dus iets meer dan een half jaar. Ja. Zouden we even binnen mogen kijken? Ja, het is wel een bende, want ik heb oudjaarsavond brand gehad. Oh jee. En ik ben eigenlijk pas sinds eergisteren ben ik wel eens een beetje weer de boel vuurpijlen aan binnen zitten afsteken? Nee, ik weet de schuld aan de muizen, want die heb een of ander vaccin liggen, denk ik, omgestoten. Dus ja, welkom in de bende. Dank u. Okay, zoals je kunt zien hebben we hier... Oh, daar is het gebeurd inderdaad, ja. En hier zat ook nog een stuk dak in. Maar hoe voel je je hier thuis? Niet. Nee. Hmm. Nee, ja, nee. Het enige wat mij er doorheen trekt is dat zij gelukkig is. Oh. Hoe heet zij? Diva. Diva. Kan ik dan stellen dat je gevoel van thuis door Diva wordt bepaald? Ik heb een hele slechte jeugd gehad, dus thuis was nooit thuis. Nee, het enige waar ik mij echt thuis heb gevoeld, is toch echt bij mijn opa en oma geweest. Yeah. Daar zijn we voor 80% van de tijd zijn we daar opgegroeid. Yeah. En daar voelde ik echt als thuis. En mijn oma is nou overleden. Yeah. Dat is ook het grootste wat ik mis. Naar mijn oma gaan, even een bakje koffie drinken. Maar daar kon ik eventjes tot rust komen. Gewoon eventjes... Yeah. Maar dat is er niet meer. Ik kan nergens meer gewoon even hangen, ontspannen. En... Ja. Nee, thuis is weg. Dan gaan we die mooie foto's gaan bekijken, maar onze lieve heer laten we er buiten. Dat hangt erachter. Daar is nog wel van opa en oma. Oh, dat is nog een herinnering uit het huis. Nou, ik zou je zeggen, ik was zwaar atheïst. Mm-hmm. Maar het zat echt... Ene klap naar de, ik ben al 3 jaar klap na klap aan het vangen. Yeah. Snap je? En de ene is nog niet opgelost of verwerkt of whatever. Dus ik heb ook helemaal geen tijd voor emoties. Ik heb helemaal niet tijd om er iets mee te doen. Dus ja. Ja, nee, ik moet niet die dingen. Dus ik heb. Mij tot God gewend en sindsdien gebeuren er wel mooie dingen, weet je. Of ik vind dingen op straat, geld, of mensen komen in één keer dingen brengen, of... Denk je dat je oma hier bij jou is? Mijn oma is altijd bij me. Altijd. Maar ik denk niet dat opa heel erg trots is op sommige dingen die ik doe. En die ik heb moeten doen om... ons in leven te houden. Nee, want ik mis oma gewoon nog steeds elke dag en ik mis opa nog steeds verschrikkelijk. En... Ja.
Nou, ik vond het een heel mooi, puur eerlijk verhaal eigenlijk. Heel aangrijpend natuurlijk. Heel veel respect voor Anthony, want ik sta nu na een paar uur echt te trillen van de kou. En hij kan nog niet eens een vuurtje stoken. Dus ik hoop jullie toch allemaal weer te zien bij een volgende aflevering. Tot de volgende keer!